Even mop het hoeveel vrienden. We zijn helemaal klaar voor. Nou, dan gaat hij komen. En dan loopt een jongetje met een hond aan de lijn. Oh, dat is op zich natuurlijk een heel gebruikelijk tafereel. Ja, maar het is iets bijzonders met die lijn. Die lijn is dan wel 10 meter lang. Zo, dat is lang. En niet zo'n oprolding, maar gewoon een soort waslijn, weet je wel. Ja, heel lang touw. Die hond die kan gewoon zijn gang gaan. Natuurlijk niet echt aan de lijn hebben, natuurlijk. Hè. En dan komt de politieagent aan, natuurlijk. Hè. Ja. Sterke arm der wet. En die vraagt aan het jongetje waarom die lijn zo lang is. Zeg, joh, ja. Die hond stinkt zo. Ja, zegt die agent, is nogal wieders. Hij zegt, die hond die is loops. En dan ruiken ze, die hond is gewoon, die hond die is loops. Oh, zegt dat jongetje. Kan je haar niet even dekken dan? Ik heb altijd al een politiehond willen hebben. Ja. Waarom worden vrouwen niet kaal? Nou, dat is toch geen gezicht? Saar, die liggen op een zwoele zomeravond op bed. En je weet het, hebben we dat met die klamme nachten. Ja. Er gaan er vaak geen dekels of lakens overheen. Nee, je hebt wel moeite genoeg om de slaap te vatten. Ja. En nou, helemaal naakt ook, hè, om een beetje te verkoelen. Hè. En Moos die wil graag slapen. En zegt zijn Saar een goede nacht toe en draait zich op. En Saar, ja, de warm, hè, die kan maar niet zien. Die kan huilen en te voelen en te draaien. Dus ik denk, nou, misschien moet ik wat oefeningen doen, hè? Gewoon even wat, misschien word ik een beetje moe, dan val ik in slaap, hè? Ja. Dus op een gegeven ogenblik gooit ze de benen in de nek. En nog een keer de benen in de nek. En zeg, op een gegeven ogenblik presteert ze het om de hiel helemaal in de nek te leggen. Nee. Wat? Nou, Saar is niet de jongste, kan ik jullie melden. Dus je ligt daar helemaal trots, met twee benen zo helemaal in de nek, weet je wel. Ja. En nou ja, ze is zichzelf ook wel trots. Dus ze zegt, Moos, je moet eens even kijken. Die Moos was al half in slaap gevallen, die draait zich om. Ze zegt, Saar, alsjeblieft, doe je gebit in en ga slapen. Wat een nog. Ja, eens even kijken wat we nog meer hebben. Wat is de overeenkomst tussen een lada en een lelijk wijf? Echt een hork. De overeenkomst tussen een lada en een lelijk wijf. Nou. Zolang je erin zit, is het prima. Als je ernaast staat, gaan we je kapot. Even kijken. Die mop doen over die harige kont. Oh ja, belofte. Nou, ik heb nog ruimte voor één, maar ik heb ook wel andere hele goede. Wat moet ik nou doen? Oh, nee. In ieder geval. Alle twee, joh. Alle twee. Ja, die ene als je bloot. Nou, oké. Een man die heeft laat in de avond auto weg bij een verlaten landweggetje. En hij belt aan bij de dichtstbijzijnde boerderij. Want dat is een verlaten landweggetje. Ja. Moet je al blij zijn als je een dichtstbijzijnde boerderij kunt vinden. Ja. Ja. Dus, en hij belt eraan. Die boer die zegt dat hij wel kan blijven slapen. Ja. En dat hij dan de volgende ochtend met die man naar de stad rijdt. Dus koeleren en het weg. Dus, die man ligt ongeveer een uurtje in bed. En wat denk je, komt de boerin, die maakt hem wakker. En die zegt, zou jij niet eventjes met mij willen wippen? Ja, waarom zou je er omheen draaien? Zeg, mijn man is namelijk de laatste tijd niet meer zo potentiopie, hè? Dus, Nou, zegt die man, dat wil ik wel, maar stel maar dat je man wakker wordt, hè? Nou, zussen, dat gebeurt heus niet, hoor. Kom maar eens kijken hoe vast hij slaapt. Ze gaan de slaapkamer in en daar ligt de boer, alweer door de warmte, naakt te ronken. Ja, en hij heeft nogal een harig achterwerk, hè. Ja, dat zal ik wel te wachten, ja. Trek maar eens gewoon een haar uit, ze reet. Ja, die loopt er naartoe. Die trekt die haar eruit. Denk ik, die boer die snurkt rustig verder, niks aan de hand. Oh. Dus ze gaan naar de logeerkamer en hij bestijgt de boerin, hè? Hij buffelt haar, zeg maar even, op een ongelofelijke manier. Hè? Ja. En een paar uur later maakt die boerin die man weer wakker. Ja, ze heeft al de smaak te pakken gekregen. En hij twijfelt nog, maar ja, goed, weet je wel. Hij rent nog even die slaapkamer in, die boer die ligt. Dan zei ze, hij trekt voor de zekerheid nog even een haar uit de reet van die boer. Ja. En hoppakee, daar gaan ze weer. Nou, wat denk je? 6 uur morgen staat dat mokkel er weer. Onverzadigbaar, hè? En die man zegt, ja, maar ik kan niet meer, joh. Ik kan echt niet meer. Bovendien, je man is boer en boer is dan altijd vroeg op. Dus zometeen betrapt je ons. Niet waar, trek er nou maar een haar uit. En, oh nee, niet waar. Trek er nou maar een haar uit. Die slaapt nog wel even door. Dus weer samen naar die slaapkamer. En weer rats, een haar uit zijn reet gerukt, hè? En die boer die trept nu één oog open. En kijk. Ik ga me niet vooruit maken hoe vaak je mijn vrouw wipt, hè. Maar hou alsjeblieft op om mijn reet ook als scorebord te gebruiken. Ja, en dat was 4. De mannen van zomertijd maken een bende. Allemaal zeggen.
Maar het is een schuld in het licht aan de draad. Zuipen die kringen. Tussen 4 en 7 een bak vol ellende. Ja, laat hem komen. We worden dus knetter van al het gejak. Ja, we gaan naar de kloten. Dat komt door.